Het leek me vreemd om je in mijn kamertje uit te nodigen voor dat interview van je. Ik heb al het onnodige verbannen. Nagels in de muur zijn er nog niet geslagen. Lege, lichtbeige muren. Ruimte om mijn gedachten op te projecteren. Een oplooibed, of noem je het een sofa, in het hoekje van mijn kamer. Ik bezit wel een bed, die staat nog bij mijn ouders. In het kamertje verblijf ik nu al 3 jaar en nog steeds is het bed niet verhuisd. In het sofabed, daar slaap ik het gerustigste. Als een vleesklomp in mijn dekbed gedraaid. Ik heb settlementproblemen. Verder staat er een kast, want ik bezit toch wel wat kleren en boeken. Maar jij wil foto's zien. Laten we verder kijken. Het project van Whether My Blues Is The Same As Yours. Ik ben teruggekomen in 2014. Dus op dit moment al 3 jaar. Het was eigenlijk een antwoord op mijn mama haar vraag van, of ja, niet haar vraag, maar haar verlangen van dat ze ons zou zien settelen. Ze wou dat we een huisje met een tuintje kochten. En dat zijn super lieve ouders en je kunt daar niet zomaar zeggen van ja, nee, dat is niets voor mij. Dus ik vond daar geen beter antwoord of geen betere manier om iets te verwoorden dan door fotografie. En op die manier heb ik een antwoord gevormd of ben ik nog bezig met een antwoord aan het vormen op die vraag van, van kijk mama, ja, dat settelen is toch niet iets voor mij, van ik ben nog te veel bezig met al die dingen en kijk, dat zijn de huisjes die ik tegenkom en daar zie ik mezelf niet in wonen. En dat zijn de mannen dat ik tegenkom en dat is niet de ideale man waar ik mezelf mee zie settelen. En het is die zoektocht naar het perfecte huisje of naar de perfecte manier en naar die perfecte man dat ik in beeld heb gebracht. Fotografie maakt het voor mij mogelijk om iets uit te zoeken. Om een soort van, ik worstel met iets. En hoe moet ik dat bezien? Hoe moet ik dat? Het helpt om iets, om een worsteling op een andere manier te belichten. Om nieuwe prikkels te krijgen, dan heb ik het wel nodig om onderweg te zijn. Eerst gewoon op café mee, een koffietje gaan drinken of gewoon in de stad gaan wandelen, voordat ik die eigenlijk thuis ontmoet. En dan hoort je wel al veel, dan ziet je ook hun handelingen al. Ik kan jou ook al nadenken van, ah ja, dat is het type man dat ik nu voor mij heb. En als ik daar een foto wel van maak, dan ga ik dat gevoel proberen uit te beelden. Dan helpt dat wel om die persoon te kennen. En dan heb ik eigenlijk heel weinig voorbereidingstijd nodig. Weet ik onmiddellijk van, oké, goed, ik wil u zo op die manier fotograferen met die kleine elementjes, omdat dat en dat en dat en dat beeldt dat uit voor mij. En dat is een gevoel, een concept waar ik mezelf kan in zien, een reflectie van mezelf. Kun je iemand fotograferen helemaal in touwen gebonden? En dat is dan super kinky en dat is vreemd voor sommige mensen. Maar dan is dat jij als normaal persoon daar, die vreemde persoon. En dan is het eigenlijk die vreemde persoon etaleren. En dan die etalage of het etaleren van een vreemde personage, dat ligt me niet zo goed. Ik denk dat iedereen, ongeacht, eigenlijk wel altijd een raakpunt heeft. Dat ook al ziet er een bepaalde persoon er vreemder uit dan de ander, dat we eigenlijk wel dezelfde soort gevoelens hebben en dezelfde manier hebben van omgaan met de ander. Het belangrijkste voor mij was dat je dat ook zelf aan durfde om te doen. Dat ik zelf wist wat dat ik mijn andere modellen aandoe. En dat ik, het was een verantwoording van, kijk, ik zet jullie in een benarde positie. Ik fotografeer jullie naakt.
En dat is niet altijd zo flatterend hoe dat ik jullie in beeld breng, omdat ik een bepaald gevoel, een bepaald ding wil weergeven. Maar ik durf mezelf ook in die situatie te zetten. Ik denk dat je mij in mijn beelden kunt herkennen. En dat andere mensen mij ook in dat beeld herkennen. Door de manier hoe dat ik dingen structureer. Sommige mensen begrijpen niet waarom dan er huisjes, lege straten worden getoond. Naast zo van die intieme naaktbeelden. Terwijl dat voor mij kan het ene niet zonder het andere. Omdat ook als persoon tegenover een vreemde doe je altijd je best om je schone voorhevel te tonen. Zonder dat je eigenlijk je diepste geheimen toont. En die voorhevel is er. Maar dat binnenin, al die geheimpjes zijn er ook. En dat is belangrijk om ze alle twee, om dat afstandelijke en om dan dat intieme te tonen. Ik denk, Alejandro, dat je het zeker nog moet benadrukken dat kleine details heel belangrijk zijn.